Okay, you will see there's three types of forests in this mountain. Yeah, when you go on a hike, you will see the Miombo woodland, and then you pass through the pine forest, and you get to the rainforest. Right. It still looks nice and green. When you go into the forest, yeah. it feels like it was raining, but it has just stopped. All right. But outside the forest, it's hot. Does. Aangekomen bij Nechisi Forest Lodge, waar Jasper en ik een week gaan kamperen. In een zelf opgezette tent. Ja, helemaal zelf gebouwd. Net, we zijn net klaar. Ja, Maar het is niet warm, dus we zweten ook niet echt. Nee, hè? We zweten niet, gelukkig. En nou ja, de conclusie was dus dat ze ons wat beters gunden dan onze eigen tent. Gratis. Dus dat we gebruik mogen maken van het nieuwe huisje wat ze net af hebben gemaakt. Met uitzicht op bos. Oh, dat is ook een heel mooi plaatje op te varen, hè?
heeft een ronde pupil. Is het beeld een beetje gewoon goed belicht en zo? Ja, ja, hij zit echt op de meest donkerste plekje met daaromheen het zonnetje. Maar ja, we kunnen hem gewoon overbelichten. Doe ik ook. Maar hij kijkt heel boos. Hij heeft een beetje een gele onderkant. In zijn hele kop. Ja, een beetje puntig neusje. Vergelijk met die cobra. Ja, wel een beetje. Goedemorgen Jesper. Leuk die weer. Goedemorgen Jesper. Die weer. Ons uitzicht. Dat is best cool. Zal ik u even naar buiten leiden? Als ik denk. Nee, ik ga niet dood. Oh, kijk dan. Goedemorgen Afrika. De eerste ochtend. Nationaal Park. Ik zei het al, ik ben net een half uurtje aan het wandelen voor de tweede dag. Jasper is achter mij, ik weet niet of we hem kunnen vinden. Kijk maar. Zoek. Ah, ik ga hem zo even laten zien. Ergens boven in de bosjes. En voor mijn camera, ik kan niet de camera keren. Maar dit is het bos van Nichishi. Oerwoud. En we hebben een super mooie plek. We hoefden niet in onze tent te slapen. We hebben een heel luxe huisje gekregen. Dus dat was wel echt super gaaf. Nou, ik ga even kijken of we Jasper kunnen vinden. Zoeken hoor. Oh, ik kan niet inzoomen. Daar zit hij. Kijken of ik hem kan aanwijzen. Daar. Daar is Jasper. En hij is hem. Vlinder aan het fotograferen. Zwaai Jasper. Nou, tot snel. Doei. Die dikke. Oh, ik zie het. Ja, ja, ja. Ah. Ik denk dat ze aan het drinken zijn. Ik denk het ook. Een soort gespleten tak of zo. Denk ik. Oh, er zit ook een kever. Die had ik helemaal niet gezien. Kijk. Oh ja. Ja. Grappig dat die altijd op wonden zitten, hè?
start? Ja. Gaan we niet meer. Iedereen, vooral Bobby, Sander en Ronald. Kijk eens wat we gevonden hebben. Ja, hij leeft. Oh, we hadden eerst een dode, maar nu... Close-up? Nou, hij wil niet echt close-up. Ik had dat zien. Nee, dat weet hij niet. Nou, misschien. Een soort van. Nou, het belooft veel goed. Al wel. De eerste en de enige. 3 dagen levende. Zoeken. Sorry. Jasper is blij, want hij heeft hem gevonden. Oké, en we hebben ook een civetkat gezien al. Hier in het donkere oorwoud van de GC, waar ik nu nog niks van zie. Ik probeer het voor jullie vast te leggen, maar misschien is ik Jasper's lampje een beetje volgen. Het is een ander oorwoud dan Borneo. Ja, als in... 10 spinnenoogjes, 1 zoogdier. Oh ja, wel een mooie schattige. Oh, we hebben 2 cobra's gezien. Vertel ik het ook meteen. En een paar mooie vogels voor Sander. Nou, en de rest horen jullie wel als jullie hier zijn over een paar dagen. Of morgen eigenlijk, want jullie weten hoe dit filmpje was. Kijk. Thank you.
wegvliegen, dan kan ik hem. Yeah.